Ja, in 1986 hebben wij een bedrijf opgericht, dat heet Huber International. Wij maken reparatieklemmen en dat zat gevestigd in Sint-Oederode. En in 2006 hebben wij Romacon overgenomen in Beringen. Hetzelfde product, dus maken reparatieklemmen. En om het allemaal betaalbaar te houden, hebben we de productie samengevoegd op één locatie. Romacon was de grootste locatie, dus we hebben alles geïntegreerd op deze locatie. En in 2008 hebben wij een gelijk bedrijf overgenomen, dat heet GKV, zit in Veghel. Ook daar hebben we de productie van naar Beringen verhuisd. Ja, goed. En hier zijn we langzaam maar zeker de afgelopen 2-3 jaar uit als jasje gegroeid. We hebben hier en daar wat magazijnen bijgehuurd. Maar op dit moment hebben we de gelegenheid gekregen om in Sint-Oederode, waar we zelf vandaan komen als eigenaren, om een nieuwe productiefaciliteit te gaan bouwen. Op 5.500 vierkante meter zal de oppervlakte worden. Dus ja, dat hebben we gedaan. Dan kunnen we alles op één plek weer bij elkaar zetten. Je hebt je nadrukkelijk bezig gehouden met schaalvergroting. Met wat voor bedoeling? De afgelopen jaren is de Nederlandse markt wat betreft de waterleiding en gasbedrijven aardig veranderd. Waar we 10 jaar geleden nog 138 gas- en waterleidingbedrijven hadden, staat de teller nu op zo'n 12. Aangezien meer dan de helft van de omzet van Huber de Nederlandse markt was, hadden we daar toch een beetje angst voor. Ja, op dit moment kunnen we zeggen dat het niet echt veranderd is, maar voor ons. Maar ja, je snapt wel, als je een paar grote klanten hebt ten opzichte van heel veel kleine, dan ben je toch bang als je die omzet verliest. We hebben dus Romacon en Huber bij elkaar gevoegd. Dus ja, dat was voor ons 1 en 1 is 3. Want we konden natuurlijk naar één magazijn toe, één voorraad toe en onze dekking over heel de wereld werd enorm groot. En daarna hebben we nog GKV overgenomen, een wat kleinere speler, maar ook die zorgde ervoor dat we natuurlijk een steeds grotere markt kunnen bedienen. We hebben totaal geen last van de economische recessie. We maken reparatieklemmen voor gas- en waterleidingbedrijven. En het is nog steeds zo dat wanneer de leiding kapot gaat, dat er niemand zegt van het is economische recessie, dus laat de leiding maar lekken. Dus ja, hij wordt eigenlijk altijd gemaakt. Het is zelfs eerder zo dat in tijden van economische recessie overheidsprojecten wat eerder naar voren worden getrokken. Vooral renovaties en leidingwerk en wegwerkzaamheden. Nou goed, daar hebben wij altijd ons voordeel bij. Verder is het ook zo dat de afgelopen jaren wij onze producten over heel de wereld verkopen. En het is altijd wel ergens in een land waar het voor ons goed gaat. Dus of het regent er te veel of het is er te warm. Maar ja, leidingen worden overal gemaakt. Ja, die is voor ons helemaal niet van belang, de Chinese markt. Natuurlijk, we weten ook wel dat in China van alles goedkoper te maken is. Maar als je kijkt naar de kostprijsopbouw van ons product, dan kunnen we toch wel zeggen dat roestvrij staal is een wereldprijs. Dus dat zouden de Chinezen niet goedkoper kunnen inkopen als wij zelf. Rubber is ook een wereldprijs. Dan heb je al aardig wat van de kostprijs te pakken. Dan zou het alleen nog gaan om de factor arbeid. Nou, dat durven wij te stellen dat met ons productieproces wij dat erg goed in de hand hebben. Dus daar zullen ze het loon lager zijn. Maar goed, ze zullen er ook wat langer over doen dan ons. Andere bijkomstigheid is dat wij geen seriematige producten maken. We maken natuurlijk van bepaalde mate erg veel stuks. Maar het is toch zo dat als je kijkt, elk land heeft zijn eigen leidingen. Zelfs in Noord- en Zuid-Nederland zijn de leidingen al niet gelijk. Laat staan in Rusland of in Dubai of dat soort dingen. En wij maken echt maatspecifieke klemmen voor een leiding die kapot is. En dat is afhankelijk van de breuk, de scheur of wat er ook gebeurt. Wat zijn nog meer voordelen om alles onder één dak te brengen? Nou ja, goed, concurrentie op de wereldmarkt neemt natuurlijk altijd toe. Ik bedoel... dus ja, op het moment dat we een zeer economische productiefaciliteit met 50 mensen kunnen verwezenlijken en we kunnen één kantoor en één verkooporganisatie hebben, dan heeft dat in ieder geval een positieve invloed wat betreft de kostprijs. En dat maakt ons wat scherper op de wereldmarkt om mee te doen met grote tenders die bijvoorbeeld van UNICEF of dat soort zaken. Dus het maakt ons concurrerender.